Hoi, ik ben Roy. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag is het weer tijd voor een Sims 4 bouwrenovatie video. Ik weet niet meer hoe het heet. Maar vandaag gaan we het weer doen. En ik heb er zoveel zin in. En als je niet weet wat het precies inhoudt. We gaan van iemand die al in de wereld van de Sims woont. Gaan wij hun huis een beetje oppimpen. Een beetje renoveren. Een beetje leuker aankleden. Een soort makeover geven eigenlijk. Wat je ook wel eens op tv misschien eens hebt gezien. En dat gaan we vandaag doen met de familie Kibo, denk ik. Oh nee. Het zijn drie huisgenoten die met elkaar allemaal wonen. Dat is ook heel erg leuk, want we hebben hier meneer Akira Kibo. We hebben hier mevrouw Miko Oyo. En we hebben Darling Walsh. En die wonen in een heel leuk appartementje. En ook in een heel klein appartementje. Met best wel een gekke vorm eigenlijk. Want hier is dan de woonkamer en de keuken. En dan heb je hierboven hebben ze ook nog een terras. En ook nog hun slaapkamers. Maar ze slapen ook allemaal op één kamer, zo te zien. Of nou, één iemand die heeft een aparte kamer. Misschien zijn die wel een stelletje, weet ik veel. En dan ook nog hier twee bedden. Maar zoals je ziet, het is echt een soort studentenflatje eigenlijk. Het is wel hip, maar het mag eigenlijk wel wat hipper, vind ik, hè jongens. Er mag wel even een snufje Roy op, hoor jongens. Ik heb er zoveel zin in. Ze hebben ook een karaoke set. Ze zijn, ik heb gezien, ook een beetje van het feesten en van muziek. Dus dat moeten we een beetje in ons, in onze gedachten hebben. Als we gaan bouwen. Dus ik kijk er super erg naar uit. Ik hoop dat jullie ook heel veel zin in hebben in deze video. En als je heel veel zin in hebt, laat even zien met een duimpje omhoog. En dan gaan we direct beginnen met de makeover. Nou, wat mij nu opvalt met de woonkamer en de keuken bijvoorbeeld, is dat het een beetje standaard is. Met een vleugje kleur. Want ja, ze dachten van, weet je, we moeten wel wat hebben. Ja, ze zijn niet saai, ze zijn ook niet 50 jaar oud. Dat ze bijvoorbeeld een heel ander soort kleed zouden kopen dan, weet ik veel. Je snapt het wel. Ze hebben wel heel leuk iets aan de muur hangen. Dat is ook heel erg leuk. Maar het heeft niet echt. Ja, het voelt ook een beetje leeg. Een beetje karig. En ik mis een beetje gezelligheid of zo. Het voelt een beetje leeg. Dus dat gaan we lekker aanpakken. En ik ga de keuken ook een makeover geven. En ik ga hierboven. Ga ik er misschien voor zorgen dat ze alle drie een eigen kamer hebben. Ze hebben wel een hele grote badkamer. Waar ook alweer afval ligt. Kleding. Dus misschien kunnen we daar ook iets mee. Maar, nu is even het grote probleem. Ze wonen met z'n drieën. Drie mensen. Ze hebben ook nog een balkonnetje. Leuk. En ik zag net al dat ze de huur moesten betalen. Dus laten we eerst even de huur betalen. Want dat kreeg ik net toen ik hier inging. Toen stond er meteen zo van, oh, je moet je huur betalen. En toen dacht ik van, zullen we eens even beginnen. Rustig aan hoor. Even kijken, huur betalen. De huur hoeft nog niet worden betaald. Oké, het hoeft dus nog niet. Misschien is hij net al betaald, terwijl ik het niet heb gezien. Oké, helemaal goed. Oké, laten we beginnen met eerst eventjes na te denken van, oké, weet je, dit kan wel weg qua meubels. En laten we gewoon hier beneden beginnen. En dan nemen we de stijl van beneden en nemen we een beetje door naar boven. Dus we beginnen gewoon hier. En laten we eerst beginnen met de indeling. Want je komt hier dan binnen. Dit is ook de voordeur. En dan kom je gelijk in hun woonkamer. Nou, ze staat nu allemaal een beetje in de hoek gedrukt. Ik vind het wel leuk dat de karaoke set hier dan staat. Maar weet je, hier gaan we iets heel leuks van maken. En ik vind het ook jammer dat ze niet echt goed gebruik maken van de ramen. Dus dat ze weer in de hoek gaan zitten ofzo. Dus hier gaan we eerst eventjes aan de bak. Als ik kijk naar de bank, is die wel heel erg leuk. En omdat we op moeten letten op het budget, kunnen we misschien een andere hoes eromheen doen. Alhoewel vind ik dit ook wel een hele mooie bank eigenlijk. En de stoel ook. Maar deze tafeltjes die gaan we denk ik wegdoen. Want, weet je wat, we doen het kleed weg. En we gaan een andere vloer erin leggen denk ik. Want het voelt een beetje, niet dat het verkeerd is. Maar het voelt een beetje als de goedkoopste vloer van de IKEA. Weet je, met zo'n gele sticker. Zo voelt het een beetje. Niet dat dat verkeerd is of zo. Het is een prima dingetje. Maar ik denk, weet je, we doen wel even lekker een ander vloertje erin. Ik denk, weet je, we gaan even lekker een schone lei doen. Ook al is het best wel een mooie vloer eigenlijk. Hij kan niet in een andere kleur. Het zijn brede vloerbanken. Oh, oeps. We zouden ook zoiets kunnen doen. En dan in een andere tint of zo. Oh, dit is wel too much misschien. Ik vind deze wel iets mooier. Maar je betaalt er wel weer voor. Voor dat ene kleine verschil. En het is ook niet zoveel.
Nou, weet je wat? Laten we de vloer lekker houden. En dan ga ik nu een beetje de indeling maken. Nou, ik heb al een klein beetje een hele andere hoek gemaakt. En zoals je ziet, maak het... Ja, dit plekje is al veel leuker en gezelliger dan het stom in de hoek of zo. Ik vind het nu al veel leuker. En dit hangen we dan leuk daarboven. Ik heb ze ook een grotere tv gegeven, omdat dat lukt denk ik wel in het budget. Dat gaat denk ik wel lukken. Ook al moeten we boven ook nog dingen doen. Dus weet je, als we het niet gaan halen, dan fixen we het gewoon. Dan verkopen we deze weer en dan kopen we de kleine. Want het verschil, er zit wel ongeveer bijna 1000 simoleons. Dus wie weet, misschien halen we het ook weer niet. Dus ik ben benieuwd. Eventjes kijken. Trouwens, ik heb nu eindelijk een keer mijn game geüpdate. Ik heb er de tijd voor genomen en ik heb het gewoon gedaan. En dit nieuwe kleed komt er dus ook van. En ik vind deze tafel ook ontzettend leuk. En ik vind hem helemaal hierbij passen. En ik vind hem eigenlijk best wel heel erg hip ofzo. Hij komt ook in heel veel kleurtjes. Maar ik vind eigenlijk die gele kleur eigenlijk super cool. Dus ja, laten we het gewoon doen. Dus misschien kan dit tafeltje, kunnen we het zo doen. Zo, en dan doen we hier al een lampenkapje op. Oh, een ander lampenkapje. Zo. Oh. Gewoon een witte of zo. Of een groene. Nee, een witte. Zo. Hang ik hierboven. En wat ik misschien wil doen, omdat je hier binnenkomt, lijkt me leuk om een soort dressoir hierachter te plaatsen. Waar je dan je sleutels kwijt kan. En andere, een plantje misschien. En niet dat je gewoon met je rug naar de deur zit. Dat is een beetje eng misschien. Dus dan staat er nog even net iets voor of zo. Dat is misschien wel mooi. Dus kijk, zoiets. En dan zetten we daar wat leuks op. Maar dan zoek ik wel een mooie natuurlijk. En eentje die super smal is eigenlijk. Eigenlijk is deze perfect. Alleen ik vind het wel echt een massief ding. Het is echt weer heel groot. Eigenlijk is zoiets perfect. Maar die zijn echt stukken duurder. Dus een 180. Komen die in leuke kleurtjes? Ik weet het eigenlijk niet. Oh, misschien is dit wel mooi in het wit. Het is gewoon zo hierachter of zo. Ja, ik vind wel wat hebben. Het is misschien wel een beetje heel veel meubels bij elkaar. Misschien heel veel tafels. Maar het heeft ook wel weer wat hoor, jongens. Ja, laat ik het eventjes houden voor nu. Deze plant houden we gewoon. Dit hangen we hier ook gewoon. En de muur aan de kleur vind ik ook eigenlijk super leuk. En het gaat heel erg leuk allemaal samen. En dit ding is natuurlijk ook een beetje goudgeelachtig. Dus ik kan hier ook geel heel mooi bij. Misschien wil ik wel nog een ander plantje toevoegen. Want ja, jullie kennen me van de plantjes. Jongens, ik ben niet veranderd in die tijd dat ik niet upload. Oh my god. Trouwens, even tussendoor. Als je deze video kijkt op de dag van de upload of iets erna of zo. Zondag komt er een El Mozzarella online. Jongens, feesten. Feesten, jongens. Feest. Het is feest in de stad. Het is kinderboekenweek. Echt waar. Halleluja. Oké. Ik moet eigenlijk goedkope plantjes hebben. Dus ik ga een beetje cheaten. Maar vind ik eigenlijk niet eerlijk. Want deze kost 1 simoleon. En dat is het niet waard. Deze kost 10. Ik vind deze eigenlijk wel heel erg leuk. Dus gebruik ik heel vaak. Maar hij past er wel bij. Deze ga ik denk ik op de grond zetten. Wat dit is een spelcomputer. Maar ik vind het niet zo mooi als die bij de tv erop staat. Dus ik zet die er gewoon heel netjes naast. Of zo. Als hij dat wil doen. Zo. En de iPad leg ik dan op dit tafeltje hierbij. Oh jongens, kijk wat een leuk hoekje. Oh my god, I love it. Oké, dit ding wil ik hier schuin neer gaan zetten. Want volgens mij is dat wel echt hun ding. In dit huis. Dus dan geven we dit een leuk ander kleurtje of zo. Misschien geel? Ja, het werkt wel eigenlijk. Het werkt wel goed. Dus dan hebben we dit zo. We zouden hem ook in een hoek kunnen zetten dat we hem dan pakken als we hem willen gebruiken. Maar dat vind ik ook weer niet zo netjes of zo. Ik vind het eigenlijk wel goed. Zo. Want daar zijn ze volgens mij heel erg dol op. Dus dat vind ik wel leuk. Ik ga wel deze even wijzigen. Deze hang ik denk ik hier op. En deze lijstjes hier. Denk ik. Nee. Ik vond het zo beter eigenlijk. Oké. En dan wil ik hier nog eventjes wat dingetjes op plaatsen. Een hangplantje is wel leuk. Wat decoratie misschien. Leuk potje. Oh, die zijn een beetje groot. Die zijn ook heel erg groot. Het zijn ruïnes. Nou, zullen we het even niet plaatsen? Dacht jullie daarvan? Is wel goed. Maar dit zijn wel best dure dingen. Oh mijn god, kijk die eend. Die eend past in dit huis. Dat is echt gewoon superleuk. Dus ik ga die eend gewoon plaatsen. Of jullie het willen of niet. Hij is hartstikke duur, maar het maakt me geen
hol uit. Oké, wat me ook opviel, wat ik ook een beetje jammer vind aan de keuken, want we gaan nu al beginnen aan de keuken, is dat ze maar een tweezitters hebben. Ze wonen met z'n drieën en ik vind die plavuizen, oh my god, sorry hoor, maar die kennen niet in dit huis. Jullie zijn hartstikke hip, jullie moeten ook hippe steentjes nemen. Alleen, de plavuizen zijn super goedkoop, maar voor hetzelfde geld kun je ook dit nemen. En is dit niet veel leuker of niet? Dit kost wel meer. Maar laten we dan gewoon deze doen. Ik vind dit al veel hipper ofzo. Dat werkt gewoon beter. En het werkt ook al gewoon met het kastjes. Ik denk dat ik de kastjes gewoon hou. Maar dat ik alles in een andere kleur ga doen. Ook al vind ik dit ook niet heel hip. Dit voelt een beetje oud-Amerikaans ofzo. Toch? Of niet? Ja, nee. Laten we dat niet doen. Laten we gewoon een ander kleurtje aan de muur doen ofzo. Dat kan ook al een beetje beter worden. Oeh, dit is wel heel opvallend. Misschien moeten we echt een lichte muur. Dit vind ik mooi. Vind ik heel mooi. Dit is ook wel netjes. Ik wil het niet te donker, want het is al best wel een donker holletje of zo. Toch? Of niet? Ik vind dit eigenlijk wel super netjes. Dan kunnen we deze in een leuk kleurtje doen of zo. Beetje cremmig. In het grijs. Oké, laten we deze doen. Ik vind deze eigenlijk wel goed. Ik moet het wel even handmatig doen, want er gaat iets mis. Zo, oké. Het wordt nu wel echt een hele witte ruimte. Zo een beetje jammer. Dus laten we het een beetje opkrikken met wat kleur. We gebruiken niet veel blauw, we gebruiken geel. Beetje gelige tinten, dus dat is wel leuk. Zal ik ze toch een andere keuken geven? Ik weet niet. Ik ga eventjes kijken naar bij de kastjes. Wat goedkoper is of zo. Want dit zijn, hoe duur zijn deze kastjes? 132. Halleluja. Dan kunnen we zeker even upgraden. Oké, kijk deze. Die zijn super ideaal. En goedkoop. Goedkoper. Dus ik ga even helemaal switchen en een beetje de keuken aankleden. Nou, zoals je ziet heb ik alle kastjes even veranderd. En ik heb hier ook, hier zaten ook nog van die kastjes. En toen dacht ik van, ja, het is wel heel veel kastjes. Dus ik heb een heel leuk plankje opgehangen met wat bordjes. En een snijplankje en een, heet dat een gijzel? Ik weet niet hoe dat heet. Een mortel en dat ding. Ik weet niet hoe het in het Nederlands heet en in het Engels. Ik ben het helemaal kwijt. In ieder geval, ik heb ook eventjes ronde kleedjes neergelegd. Want ja, het zijn wel studenten. Misschien maken ze wel een troepje of iets. En ik heb een nieuwe magnetron voor ze gekocht. Want ja, al die magnetronmaaltijden, die moeten erin, jongens. Lekker weer, kom maar door. En het leek me misschien leuk om een barretje te maken. Of gewoon een leuker eetgedeelte of zo. Dus wat ik ga doen, ik ga deze hierheen plaatsen. Zodat we hier meer ruimte hebben. Dan moet ik dit wel eventjes anders oplossen. Dat kan misschien heel leuk hier. Zo. Want dan heb je hier wat meer ruimte of zo. En dan kunnen we een ronde tafel neerzetten. Dus dit verkopen gewoon van, hey, hup, thee, weg ermee, klaar ermee. En dan wil ik een leuke ronde tafel eigenlijk hebben. Dat lijkt me super leuk. En ook heel netjes of zo. Alleen het is best wel groot natuurlijk, een ronde tafel. Dus het is praktisch gezien niet heel erg handig. Dus laten we gewoon een goedkope andere tafel doen. Nee, dit past er ook niet bij. Ik wil wel gewoon iets leuks, iets hips. Hartstikke leuk. Dat is een buitentafeltje. Laten we gewoon zoiets doen of zo. Dat is wel easy peasy. Anders gaan we weer zo in de dure prijs, denk ik, hè. Dit is ook, deze is netjes en clean en netjes gewoon. Voor mijn reacties. Trouwens, als jullie mijn vorige video hebben gezien over de bingo, of nou ja, over de dinges, de IKEA bouwen, had ik het over een bingo. En jullie zijn amazing. Jullie hebben letterlijk een bingo kaart gemaakt op Instagram en het is amazing. Dus als je nu aan het bingoen bent, succes ermee. Ik zal voor jullie nu even aan mijn haar zitten, want dan hebben jullie een bingo ding. Oh my god, I love it. Oké. Ik weet niet waarom, maar ik vind deze soort stoelen wel heel erg leuk en hip of zo. Ik vind het wel wat hebben. Toch? Ja, ik vind het wel wat cools. Het is ook een IKEA stoel. Nou ja, nog beter, nog leuker. We zijn nu niet IKEA aan het doen.
En weet je, nu kan je ook met vrienden zitten of zo. Dat is ook wel leuk. Dus laten we deze hierboven gaan hangen. En laten we dan een lampje hierbij gaan hangen. Want anders hebben we te weinig licht. En trouwens, met het budget. We zijn nog best wel goed bezig nu. We doen het nog hartstikke goed. En we hebben eigenlijk de hele onderverdieping al eigenlijk gedaan. Als we boven nog bijvoorbeeld een bureau tegenkomen of zo. En dat willen we hier kwijt of iets anders. Dan hebben we hier nog plek voor. Bij de trap. Maar voor de rest vind ik dit al echt een leuke kleine upgrade. En het is allemaal veel gezelliger. En de ruimte wordt meer benut. Dus echt super leuk. Dus laten we naar boven gaan. En we gaan eerst even alles observeren. Want ja, als je hier boven komt, staat hier een soort krakmikkig stoeltje of zo. Of een bankje. En ik vind de lampen wel leuk trouwens in het hele gebouw. Trouwens, ik heb helemaal haar vandaag niet gedaan. Oh mijn god, ik ben weer aan het zeuren over mijn haar. Wow. Dat gebeurt altijd. Dit kleedje vind ik wel leuk, maar dan gaan we wel een ander kleurtje doen. Dus we dachten gewoon van zoiets. Gewoon maar netjes. Dit vloerkleed gaan we eruit trekken, jongens. Dat doen we niet. We krijgen ze. Oh nee, we moeten wel geld betalen. Ik dacht, misschien krijg ik mijn geld terug. Maar nee, helaas niet. Hier zit een badkamertje en hier. Waarom twee? Oké, ik snap het. Je woont met huisgenoten. Nou ja, misschien is het dan wel niet zo heel gek eigenlijk, hè? Oké, even denken. We hebben hier een kamer. We hebben een balkon. Nou ja, je moet wel door deze kamer om bij het balkon te komen. Dus dat vind ik eigenlijk niet heel erg cool. Dus wat ik denk ik ga doen, is dat ik dit ga openbreken. Nou, ik mag die ramen niet weghalen, want ja, dat zijn de regels even nu, hè jongens. We hebben regels. Ik dacht, anders hebben we een leuke soort doorgang naar buiten. Want anders moet je door de kamer heen. Maar weet je, het is een studentenappartement. Het maakt niet heel erg uit. Even kijken, de meubels daarentegen vind ik wel heel erg goed. Behalve de kleden en de kleuren. Dus ik ga alles gewoon een likje verf geven. En dan gewoon gaan we even kijken wat allemaal gewoon dat allemaal goed werkt. Oh mijn god, hier liggen kleren, daar liggen kleren. Daar moeten we ook even iets voor verzinnen. En ze hebben zo'n supersonisch toilet. Oh nee, het valt best wel mee. 720 simoleons. Maar hoe duur is een normaal toilet? Hoe duur? Ze hebben gewoon een super extreem toilet. Waarom? Lever die toilet maar even in. Ik vind dat niet nodig. Hebben we extra monies. Dankjewel. Ik ben op mijn money, jongens. Ik ben op mijn money. Oké. Ik ben helemaal tevreden beneden. Super leuk. Echt helemaal geroyfied. dus ik ga het hier nu een beetje even. Ik ga eerst even de dingen verkopen die ik wil verkopen. En dan gaan we daarna even kijken wat we erbij kunnen kopen. Nou, ik heb even alles verwijderd wat ik weg wilde hebben. En we hebben nu 10.000 simoleons. Dus dit komt helemaal goed. Want ja, weet je, we doen het gewoon elke keer hartstikke goed. Ik wil wel misschien volgende keer een goede regel instellen. Bijvoorbeeld een likje verf voor een kamer of iets. Dat kost ook gewoon geld. Want weet je, daar moet je ook voor betalen in het echte leven. En is het ook wel als een makeover wil doen, daar moet je ook voor betalen natuurlijk. Maar ik heb, zoals je hier ziet, heb ik deze hele donkere, beetje gedateerde badkamer heb ik geüpgrade tot een beetje wat moderner. Toch wel een beetje ouderwets, maar eigenlijk super netjes eigenlijk. Gewoon clean, netjes, mooie gouden spiegel, leuk plantje erbij. Is gewoon een prima badkamer nu. En ik heb de indeling een beetje veranderd. Want er stond ook een heel groot aanrecht. En ik denk, weet je, dat is niet nodig. En in deze hoek stond helemaal niks. En toen dacht ik van, waarom staat daar niks? Daar kan je, die ruimte kan je goed benutten. Ik zou het ook zo kunnen doen. Maar is niet nodig, want er is genoeg ruimte. En we houden 8 simoleons daarmee over. Dus helemaal goed. Oké. even zien. Ik heb hier de bedden verwijderd. Want ik wil ze toch allemaal gewoon een tweepersoonsbed geven. En ik wil ze wat privacy geven. Want weet je, ze zijn allemaal wat ouder. Je wilt ook gewoon soms even je privacy hebben. Dat is ook wel eens even fijn. Dus ik ga ze gewoon allemaal een apart bed geven. Dus ik ga hier eerst even de indeling van veranderen. Dit tafeltje wil ik ook weg. Die vind ik ook niet zo leuk. Ik zet deze even op de gang. Ik zet jou ook even op de gang. Dat je lekker aan de computer bent. Vind ik helemaal niet erg. Maar je moet heel even weg daar. Je staat echt heel erg in de weg. Oh mijn god. Oh, dit vind ik wel leuk dat we alles nu in de gang zetten. Want dat deed ik vroeger ook altijd als ik mijn kamer ging verbouwen. Dat was wel heel erg leuk eigenlijk. Zo leuk. Oké. Nou, we hebben hier een deur. En we hebben... hier zit de badkamer. En die badkamer delen hun dus. Dus wat ik misschien wil doen, is de badkamerdeur hier gaan plaatsen. En dat ik dan deze ruimte in twee kan splitsen eigenlijk. Dus dat ik...
Even denken. Zo denk ik doe. En dat ik dan... Ja, ik wil wel een raam eigenlijk hiervoor hebben. Maar dat is er dus niet. Dus dat is wel heel erg jammer. Dus het is wel een beetje een donker hol. Laat ik het dan zo doen. En toch die deur zo. En dan zo denk ik. Denk het wel. Ik vind het wel cute. Iets cutes hebben of zo. Ik vind het wel leuk. Of zo. Nee, nee, nee. Oké, doen we het gewoon zo. Oké. Nou, bijvoorbeeld het bureau. Dat zouden we dus helemaal beneden kunnen zetten. Want daar is gewoon eigenlijk plek voor. Dus dan zetten we gewoon hier neer. Is gewoon prima. Hartstikke leuk. Top. En dan hebben we hier... Ja, het zou dicht kunnen. Ik vind het ook wel weer wat netjes of zo. Dat zouden we denk ik wel erg waarderen. Ik weet het natuurlijk niet. Ik kan het nu natuurlijk niet vragen. Dus ja. maar ik vind het wel een goede set. En dan wil ik eigenlijk een raam erbij hebben. Maar dat kunnen we eigenlijk niet plaatsen. Hier, je kunt geen wijzigingen aanbrengen aan het eigendom. Of zo. Ik weet niet waarom. Maar ja, de Sims die houdt me ook al tegen. Van ja, hey Roy, dat ken je, hè? Dat ken je. Hier, nee, dat mag niet. Oké, okay. Nou, oké, okay, het is helemaal prima. Helemaal goed. Dan wordt dit gewoon een heel donker hol. Oké. Okay. Even zien. Kan ik wel een raam hier binnen plaatsen? Ja, dat kan wel. Maar ja, dat heeft dus helemaal geen nut. Ik zou het ook kunnen scheiden met een soort kast er binnenin. Maar ja, dat vind ik ook een beetje... Ja, neem dan gewoon een muur. Huppatee. Douw er een muur in. Kijk, en dan kan je dit heel leuk zo plaatsen. Dat is super leuk. Dat... Oh, oké. Okay. Die kunnen we niet plaatsen. Dan is die... ja, ze gedownloaden meubel. Dan doet het niet goed. dan plaatsen we gewoon een normaal bed. Dat is ook goed. Weet je, dan heb je een leuk uitzicht. Daar zo, dat is super cool. We zouden het bed ook zo kunnen plaatsen. Dat is misschien nog wel leuker. En dan heb je ook misschien meer ruimte over. Oh, dankjewel dat je daar ging staan. Thank you very much, girl. De kledingkast zouden we ook eigenlijk gewoon hier kunnen houden. Dan kunnen ze hem delen. Vind ik ook eigenlijk wel een goeie. Nu ze toch gescheiden kamers hebben. Zo. Moet ik hier nog wel een lampje hebben? Oh, daar hangt al een lamp. Oké, okay, dan hangen we er gewoon twee op. Hup, twee. Goeie energierekening. Hoi. Zo. En dan plaatsen we hetzelfde bed. Plaatsen we hier. Oh, dit is wel een donker kamertje hoor. Oh, wat, dat is wel jammer. Maar misschien kunnen we daar nog wel wat mee, jongens. Dat komt helemaal goed. Zo. Oké. Okay. Even zien. Ik vind het zo jammer dat we geen raam kunnen plaatsen. Waarom kunnen we geen raam plaatsen? ik ga deze kamertjes een beetje aankleden. En dan passen we deze even aan. Doen we even het leuke... ja, dit aanpassen. En dan zijn we bijna zover voor de tour. Zo, nou, dan heb je opeens twee hele leuke studentenkamertjes. Ze lijken wel een beetje op elkaar, maar dat vind ik niet heel erg erg. Ze hebben hele leuke soort kleden. Ik krijg een beetje een soort, ja, tribal, Indian, hipheid, contemporary feeling. Ik weet niet, ik schreeuw nu maar wat woorden. Maar deze kamer vind ik zo ontzettend cute. Kijk, je hebt een heel leuk hoekje hier. Ik zie me al helemaal hier zitten met mijn laptopje en dan lekker werken op mijn bed. En dan met dit uitzicht. Dat is super cool. Dus daar ben ik heel erg blij mee met deze kamertjes. En ik heb hem een extra lamp gegeven, zodat hij ook nog wat licht heeft. En deze kamer, dit is de jongen die het meest betaalt. Want ja, die heeft de grootste kamer. En deze jongen die hier zit, die heeft de kleinste kamer natuurlijk. Of die hoeft het minst te betalen. Want ja, deze kamer is ontzettend groot. Even kijken hoor jongens. Oh god. Oké. Okay. Ik vind dit eigenlijk ontzettend cool. Drie kleden bij elkaar. I love it. Ik vind het heel cool. Dus ik denk dat ik dit een keer ga doen. Omdat ik dat niet vaak kan doen. Ik vind deze eigenlijk wel heel erg leuk. En dan wil ik het dekbed even aanpassen. Oh mijn god. I love this. Het is wel een beetje too much misschien. Ja, misschien wel hè. Ik kan ook gewoon zoiets doen. Maar ik vind dit kleed wel echt super cool of zo. Ik vind het ook wel weer echt wat hebben. Dus ik vind het echt wel heel erg leuk. Ze krijgen allemaal hetzelfde bureau. Want dat vind ik wel belangrijk. Zo. Nee, het is toch too much, denk ik. Ik vind het wel heel erg leuk. Maar het is net even too much. Dus ik doe wel gewoon deze in een ander tintje. Oh nee, ik doe ook deze. Kamers lijken wel daardoor een beetje op elkaar. Maar een beetje vind ik ook niet zo heel erg eigenlijk. Zo, ik heb hier ook nog een A, of A-recht, een dressoir.
De rest zwaar. Oh, hij is zo zwaar. Oh, jee. Oh ja, zo zwaar. Waar wil ik die kwijt? Dat is een beetje lastig hier in deze kamer. Want ja, ja, misschien hier zo. Dat is wel leuk. En dat ik dit dan even iets meer hierheen plaats of zo. Zo, kijk eens. Hé, dat doen we eens goed, jongens. Kijk eens aan. Ik geef hem ook eens even een tiki-tafel. Zo heet deze tafel. De tiki-tafel. Ik vind hem hartstikke leuk. Het is denk ik mijn favoriete nieuwe item van de Sims. Het werkt overal mee, die tafel. Ik vind hem echt super leuk. Echt super handig. En dan is hier zijn studeerhoek. Dus ik geef hem ook gewoon dezelfde stoel. Dezelfde meubeltjes. Want weet je, ik vind wel als je... want ja, stel iemand heeft dit... Iemand verhuurt dit, hè, dit huis. Dan krijgen ook heel, dan is het heel vaak ook gemeubileerd. Dus dan krijgen de meubels er gewoon bij. Dus dan vind ik wel dat het een beetje hetzelfde moet zijn. Je kan het zelf natuurlijk aankleden. Hoe je het zou willen. Maar ik vind het voor nu vind ik het ook wel weer wat hebben of zo. Dat het allemaal ook weer wat hetzelfde is. Gelijke rechten, jongens. Gelijke rechten. Zo, ik geef deze nog even een likje. Laten we het zwart doen of zo. Vind ik ook wel cool of zo. Ja, I like it. Even de tissue doos in het lila. I like it. Oké, okay, deze kamer is voor de rest ook eigenlijk best wel goed. Ik vind hem eigenlijk wel oké. Okay. Ik zet hier nog wel even wat leuks bij. Zo, zo. Ik zet geen computers neer, want dan moeten ze zelf nog sparen. Hé, hey, dan moeten ze zelf maar uitgeven. En dan kunnen ze gewoon hun laptopje neerleggen en werken en zo. Ik zet hier ook nog even een tasje neer. Vind ik ook wel leuk. Zo. We doen het zo goed met het geld, jongens. Oh, mijn hemel. We doen het echt geweldig. Dus ik kan hier een hele lounge set gaan plaatsen buiten of zo. Dat is toch super cool. Dan kan je je vrienden uitnodigen voor een lekkere barbecue of zo. Weet je, we kunnen gewoon een goede barbecue kopen nu. Daar hebben we gewoon geld voor. Dus, maar ik doe toch wel deze. Want ja, dan kan je wel even een beetje sparen. Zo. En dan een lekkere lounge set of zo. Ja. I like it. Wat is dit? Wat is dit? Een bijzetblok. No thanks. I don't need that. Oeh, deze. Ja. Oh, kijk hoe leuk. Ja. Dan zet ik hem wel hier. Dat past wel netjes. In het wit gewoon. Lekker netjes. En zetten we er gewoon wat stoelen bij. Zo. Bijpassende stoelen. Zo. En dan kunnen ze allemaal lekker chillen hier. Dat is wel heel erg leuk. En dan kunnen ze gewoon lekker eten aan de tafel. Of op de bank. En dan zet ik gewoon een leuk salontafeltje neer of zo op de grond. Als ze gewoon, ja, als ze iets kwijt moeten, dan kunnen ze het daarop kwijt. Oh, deze vind ik wel leuk, denk ik. Vind ik deze leuk? Ik vind hem wel leuk, maar hij past niet echt erbij. Oh, dit is wel nice, denk ik. Dan zetten we dit even iets meer zo. Dit vind ik wel ook wel echt een buitentafel, hè. Echt een buitentafeltje. Zo, kijk, een leuke chillhoek. En dan kunnen ze ook lekker eten. Er staat hier ook nog een tafeltje los. Ik weet niet waarvoor, maar die stond er al. Ik laat hem wel lekker staan. Misschien is hij wel hartstikke nodig. Dus zo. Oké. Dit is heel erg leuk opgelost. Ik wil misschien wel een buitentapijt. Dat is wel heel erg leuk, denk ik. Een leuk buitentapijtje of zo. Die kan altijd gewoon buiten blijven liggen. En het is wel wat hipper of zo. Zo, zoiets. Oh, dat blendt wel een beetje in. Ja, laten we deze doen met een beetje een graskleur. Dat is leuk. Lijkt net of we echt buiten zijn. Laten we dat maar niet doen, hè. Oké. Ik vind deze ook wel leuk, maar wel heel druk. Laten we deze doen! Nee. Nee, weet je wat? Ik laat het denk ik erbij, want ze zijn niet heel erg leuk voor buiten. Of zo. Ja, dan laat ik het gewoon zo. Ik ga wel wat lampjes ophangen, want het is best donker hier. Het is best donker. Of het ligt aan mij. Even kijken. Ik wil wat buitenlampjes voor aan de muur. Even kijken hoor. Kijk deze gewoon. Nee, deze. Dat is leuk. Weet je, dan hebben we ook wat licht buiten als we buiten zijn. Zo, helemaal top. Ik denk dat we best wel geslaagd zijn, jongens. Ik vind het echt een superleuk huis geworden. En ik zou hier echt wel weer in willen wonen. En vooral hier mijn Instagram foto's te maken bij het raam. Ja's. Ik vind het echt heel erg leuk en super geslaagd. Ik ga hier wel nog een lampje op hangen, want ik vind het toch nog best wel donker hier. En misschien ook bij de deur. Zo, en bij de trap. Misschien zo.
mag wel even iets meer licht hangen of zo. Hier is het allemaal prima. Zo. Oh, we zijn nu wel deze badkamer vergeten. Dus die geef ik even heel snel een likje. Voor mij dan. Ik zit gewoon jullie af te lebberen. Zo. Ik geef het even een ander kleur kleed. Want ja, dit kan niet. Zo. En die rotzooi moeten ze mezelf even opruimen. Maar voor de rest vind ik het ook een prima badkamer. Dus ik denk, het is tijd voor een roomtour. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie er allemaal van vinden. En ik hoop dat jullie het een hele leuke video weer vonden vandaag. En als je het heel erg leuk vond, laat even zien met een duimpje omhoog op deze video. Als je het leuk vond en als je het niet leuk vond, doe ik het nog steeds. En hopelijk zie je jullie volgende keer op mijn kanaal met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en bye bye!